Goedenavond allemaal. Welkom. Dit is mijn allereerste stream sinds een hele lange tijd. Ik zag toevallig vandaag dat ik 9 jaar geleden mijn Twitch-kanaal begonnen ben. En heb toen redelijk wat game streams gedaan. Maar ik kwam er toch achter dat was toch niet helemaal mijn ding. En ben daar ook snel mee gestopt. Ik had toen wel echt meteen game capture cards gehaald en alles. Want ik wilde per se oudere PS2 games, PS3 games spelen toen de tijd. Armored Core bijvoorbeeld. Dat was er eentje die ik echt graag wilde spelen. Maar het was niet helemaal mijn ding om het op die manier te doen. Ik vond het veel gedoe. En nu ben ik eigenlijk ben ik weer terug. Het is echt een probeersel wat ik ga doen. Het is namelijk zo dat ik heb eigenlijk alles een beetje aangepast op het kanaal. Ik ben de afgelopen, denk sinds COVID of zo, ben ik weer een beetje teruggeraakt in Warhammer en in miniature painting. Dat is iets wat ik vroeger heel veel heb gedaan. Toen ik jong was, maar ik snapte toen natuurlijk nog helemaal niks van de game. Mijn Engels was prima, alleen ja, de Engels in Warhammer is altijd net even wat lastiger. Zeker als je 14 bent of zo. Maar toen ben ik op een gegeven moment ben ik Warhammer weer gaan oppakken tijdens COVID. Samen met een van mijn beste vrienden. En toen ben ik eigenlijk weer ben ik weer miniatures gaan doen. En dat doe ik nu dus een jaar of 4 of zo. En doe dat eigenlijk elke maand wel. Ik moet het eigenlijk wat vaker doen. En dat is ook een van de redenen dat dit kanaal nu zo is opgezet. Het is namelijk zo, ik wil het even uitleggen. Ik realiseer me dat er waarschijnlijk nog niemand aan het kijken is. Dus ik ga proberen dit ergens vast te pinnen. Als dat kan op Twitch. Ik ken nog niet zo heel erg veel van Twitch, maar we gaan het proberen. Maar het idee van dit kanaal is, het begint eigenlijk bij die character die je hier zo aan de linkerkant van het scherm ziet. Dat is eigenlijk een character die schilder ik echt al, of die schets ik echt al, denk een jaar of 15 of zo. Ik heb ooit een keer gelezen vanuit een tekenboek of iets. Ik heb ooit een keer gelezen, teken één ding voor de rest van je leven, maar wel elke dag. Nou ja, ik wil niet zeggen dat ik die character elke dag heb getekend, maar hij is wel geëvolueerd, zeg maar. Hij heeft niet echt een naam. Het is een The Great Bunny Wizard voor nu. Maar hij is wel geëvolueerd. En hij wordt steeds beter. En hij krijgt steeds meer persoonlijkheid. En dat is eigenlijk een beetje de leidraad ook van dit kanaal. Of dat zou het moeten worden. Ik wil dat het evolueert, weet je wel. En dat het steeds een beetje beter wordt. Ik heb letterlijk vandaag alle branding gedaan. Dus zoals je ziet, hierboven en hieronder. Dat zijn gewoon schetsen. Ik kan het wel laten zien. Dat was eigenlijk een schets voor hoe ik het er ongeveer uit wilde laten zien. Ik werk zelf ook in branding. Als mijn day job. Dus daar ben ik veel mee bezig, met schetsen maken. Nou, hier zie je het schetsblokje. En dat heb ik gewoon gedigitaliseerd. En met gedigitaliseerd denk je, helemaal ingescand en zo. Nee, ik heb gewoon een foto gemaakt op mijn iPhone. Dat geairdropt naar mijn Mac. En in Photoshop even een blending mode gedaan en that's it. En dan wat rood erbij gedaan. En toegevoegd aan OBS, want OBS ken ik wel nog heel erg goed. Dus zodoende eigenlijk. En dan wilde ik meteen even doorgaan over dat lijstje dus hieronder. Misschien goed dat je weet van wat kan je verwachten op dit kanaal. Hoe vaak ga ik streamen? Dat is ook een hele goede vraag die voor mijzelf nog niet eens heel erg duidelijk is. Maar om even te beginnen, zoals je ziet, miniature painting. Ik had er net al heel eventjes over. Dat heb ik weer opgepakt sinds COVID samen met een vriend. En toen zijn we full-on in Warhammer 40k gegaan.
Het is eigenlijk zo dat vroeger ja, hadden we het geld eigenlijk niet om hele armies te hebben en we snapten de regels niet. Nou ja, dat zijn twee dingen die nu wel veranderd zijn. Weet je, we kennen de regels nu wel. En we hebben wat meer geld. Dus ja, weet je, we kunnen armies beginnen in 40k. Dus het is een beetje een jongensdroom die dan uitkomt. En dat zijn we gaan doen. Het ding is dat je get excited. Overly excited vaak. Of in ieder geval zo ben ik vaak met hobby's voor mensen die mij goed kennen. Ja, ik ga meestal all in, weet je wel. En ja, in dit geval is het zo geweest dat ik dan een hele pile of shame heb. En een pile of shame in de Warhammer of in de miniature hobby is dat je heel veel ongeopende dozen hebt. Misschien niet ongeopend, wel even check wat erin zat of zo, maar je begrijpt wat ik bedoel. Er zijn heel veel minis die gewoon nog op de sprue zitten, dus gewoon in het plastic. En nog gemaakt moeten worden en zo. Nou ja, het idee van dit streamen is dat ik in ieder geval elke week wat ga painten. Want ik paint best veel, weet je. Ik kan soms dagen achter elkaar kan ik het doen. Maar afgelopen maand bijvoorbeeld is het er bijna niet van gekomen. Niet omdat ik geen tijd had, maar omdat ik gewoon, dan doe ik andere dingen. En ja, weet je, ik wil toch wel een keer gewoon zo'n complete army hebben en alles. Dus daar ga ik aan werken. En dat gaat hopelijk met een planning op Twitch gaat het helpen, weet je. Ja, daaronder heb ik in dat lijstje heb ik nog de Pokémon TCG staan als onderwerp wat lang zou kunnen komen. Ik ben eigenlijk sinds een aantal maanden, sinds 151 is uitgekomen, ben ik weer een beetje aan het collecten. En dat is een set die ik heel graag compleet zou willen hebben. Ik heb zelf al aardig wat vintage kaarten. Eigenlijk twee mappen vol met ja, best echt een mooie collectie met een aantal kaarten die, ja, die gewoon echt heel erg zeldzaam zijn. De illusie dat ik die vintage collectie ooit compleet ga krijgen, die heb ik wel een beetje losgelaten. Al heb ik nog steeds hoop natuurlijk, maar goed. Ja, het blijft lastig, weet je wel. Als je €500 voor een Charizard kaartje moet neerleggen, dat ja. Als het niet meer is trouwens, hè, want je hebt natuurlijk nog mint conditions en al dat soort dingen. Maar goed, weet je, ik heb hoop. En die 151 set, dat was gewoon een hele goede om weer mee te beginnen. En daarnaast, ik spaar dus Magikarp. Gewoon van de TCG van Pokémon Magikarp kaarten. Nou, dat is helemaal niet zo lastig. Het is wel ja, een leuke opdracht, zeg maar. Ik hou van dat soort kleine challenges om dat dan compleet te maken. Nou ja, ik heb nu een map met. Ik denk dat ik nu 80% van alle Magikarp kaarten heb. Dat zijn er. Zou ik even in die decks moeten checken. Ja, ik weet niet hoeveel het er precies zijn. Ik denk dat het er in totaal een stuk of 50 zijn of zo. 40 misschien. En ik heb een groot deel. En ik heb de belangrijkste kaart, heb ik. Dus, weet je, dat is al een mooi vooruitzicht. Daar kom ik later nog wel een keer op terug als het echt een keer over de Pokémon TCG gaat. Want, ja, zoals ik al zei, weet je, het gaat nu even over Warhammer. Daarnaast Dungeons & Dragons. Ik heb geen vaste playgroup meer voor Dungeons & Dragons. Maar ik heb nog wel een aantal miniatures die ik heel graag wil painten. Een box die ik recent heb gekregen was de Dungeons and Doggies box. Dat komt omdat er zit daar een Whippet in. Dat is een ras hond. Ja, ik heb zelf ook een Whippet. En er zit, ja, dat is een Whippet Monk, zit daarin. Echt super cool. En dan zit er, weet ik veel, een Rogue Terrier of een Jack Russell Wizard of zo in, weet je wel. Gewoon een hele toffe set om gewoon een keer te gaan painten. En ja, dat is een beetje wat ik wil gaan doen met Dungeons & Dragons. Verder heb ik laatst, dit weekend heb ik bij de Kringloop, heb ik een sigarendoos gehaald waar ik uiteindelijk een dicebox van wil maken. En ja, dat zijn dingen die ik heel graag zou willen streamen.
Als het allemaal hier aan tafel kan. Ik heb niet de ideale setup hier, maar ik ga mijn best in ieder geval doen. Dus dat is wat betreft Dungeons & Dragons. Nog even over de Pokémon TCG trouwens. Ik kom eigenlijk sinds kort dus één keer per week samen met een aantal vrienden die ook allemaal het Pokémon virus te pakken hebben sinds kort. En ik zit aan te denken om daar een soort van stream dingetje van te maken. Maar we moeten gewoon even kijken of hoe dat werkt en of zij daar zin in hebben überhaupt. Maar dat lijkt me in ieder geval heel erg leuk om te doen. Misschien packs openen, maar ook games spelen, want dat is ook wat we sinds kort doen. We spelen ook de Pokémon TCG game. Dus dat is misschien wel een leuk dingetje ook. Dan als laatste puntje op dit lijstje heb ik staan Arts and Crafts. En ja, dat is eigenlijk alleen maar om aan te geven dat dit niet zozeer over gaming gaat op zich. Maar dat ik vaak heel erg geïnteresseerd ben in, ja, bijvoorbeeld bij Pokémon de illustraties of bij Warhammer het paint zelf. Of hoe sommige mensen dat doen, maar ook de artwork die daarbij hoort. Ik vind dat, ja, ik ben daar echt onwijs fan van. Ik ben niet per se een designer, want ik doe branding en voornamelijk videoproductie. Maar weet je, design kan mij echt hooken aan iets. En ja, daar praat ik graag over. En eigenlijk zoals al deze dingen op dit lijstje, ik vind het vaak leuk om over al deze dingen te praten. Het hoeft niet per se zo te zijn dat ik het allemaal ga doen. Ik vind het gewoon leuk om over te praten. En daarom lijkt het me leuk om hier een community met misschien like-minded individuals te creëren. Daar iets samen over kunnen praten. Dat lijkt me heel, heel erg tof. De arts and crafts. Het is, op Twitch heet het Makers and Crafting, de categorie. En daar probeer ik me zoveel mogelijk te begeven. Dat heeft onder andere de reden is, weet je, ik ben vrij nieuw op Twitch. En ook het kijken op Twitch, weet je, doe ik niet vaak. Ik kijk eigenlijk alleen naar bijvoorbeeld GameKings of Nerd Culture, dat soort dingen op Twitch. Ik bedoel, tabletoppers, weet je, van GameKings is zeker mijn favoriet. Maar deze categorie, dat arts and crafts, dat is iets waar ik ook de minste bimbo's heb gezien. Gewoon, weet je, iedereen moet lekker zijn ding doen hoor. Alleen als ik naar de art section ga van Twitch, ik heb het met mijn vriendin gedaan, daar naartoe gegaan. En ik zie alleen maar twerkende chicks. Moet je lekker zelf weten. Alleen, ja, volgens mij is het daar niet echt voor bedoeld. Anyways, weet je, iedereen lekker zijn eigen ding. Ik vond deze categorie het beste passen. En ik zag ook weinig mensen live erop. Dus ja, dan denk ik van, nou, minder concurrentie. Misschien kunnen mensen mijn stream dan eerder vinden. Zo gaat dat eigenlijk. Nou ja, om maar meteen te beginnen, heb ik ga ik vandaag een beetje beginnen aan mijn Leaks of Votan. En mijn Leaks of Votan op dit moment, dat is eigenlijk het leger wat ik dus eigenlijk dit jaar ben gaan collecten. En het ding van deze, voor als je het niet weet, de Leaks of Votan, dat zijn basically Space Dwarfs. Die zijn een hele lange tijd geleden door Games Workshop ooit gemaakt. Die heette volgens mij toen de Squads ook. Niet de Leaks of Photon in ieder geval. En die zijn toen ineens verdwenen. Gewoon ineens verdwenen uit het hele 40K universum. En ik dacht dat 2 jaar terug was dat ze deze ineens opnieuw gingen releasen. En ik had toen al zoiets van, oké, deze zijn echt heel cool, maar ik kan het nu gewoon naar mezelf gewoon niet maken om, weet je, hele army te gaan collecten. Maar ik had wel heel veel redenen om dat te doen. Want een van de voornaamste redenen die bij mij meteen binnen schiet, is, je staat aan het begin van een release-lijn van Warhammer. Weet je wel? Dus je kan, in principe kan je alles oppikken en rustig
Je kan dat rustig aan doen. Vaak zijn dingen wel limited, oké. Leaks of Photon hebben een aantal limited releases gehad. Eentje heb ik er gemist. Volgens mij hebben ze drie limited releases gehad. Dus de Army Box was een limited release. Volgens mij is die nog wel verkrijgbaar hier en daar. Nou, die heb ik op Marktplaats weten te bemachtigen. Wel assembled en primed had ik die. Daar zijn een aantal die ga ik vanavond dus ook painten. Maar welke limited release was er nog meer? Er was nog een call volgens mij. Dus een van de calls was limited. Volgens mij store limited. Dus die kon ik niet zomaar oppikken. Die heb ik gemist. Alleen de anniversary model. De laatste release die heb ik wel gekregen. Die moet ik trouwens nog. Die moet ook nog uit de doos en alles. Dus daar ben ik ook nog wel even mee bezig. Maar anyways, de Leaks of Photon. Ik heb het nu voor elkaar gekregen dat ik grotendeels via Marktplaats elke release heb kunnen bemachtigen van Leaks of Photon. Er zijn volgens mij twee dingen die ik nog niet heb. Dat is de Hackathon Land Fortress. En de Thunderkin. Volgens mij de Thunderkin. Ja, volgens mij heette die Thunderkin. Die heb ik ook nog niet. De rest heb ik allemaal. En merendeels door... grotendeels door Marktplaats in ieder geval. Nou ja, dit is eigenlijk een van de eerste models die ik in de paint scheme heb gemaakt die ik zelf wilde. En deze komt van de... De Hardkin Salvagers heette die volgens mij. Het is in ieder geval de Kill Team van de Leaks of Photon. Die een aantal releases terug van Kill Team is uitgekomen. En dit is de Lugger. Het Lugger model. En ik heb, zoals wel vaker, heb ik een Kill Team box gebruikt om een paint scheme voor een hele army eigenlijk neer te zetten. Dat is sowieso een goede manier om deze hobby aan te vliegen. Is eerst even kijken naar de kill team opties. Vaak kun je ze ook kwijt in een groter 40k army. Maar als je echt helemaal nieuw bent met Warhammer en met Games Workshop en met de producten en dat allemaal, dan kan je beter starten met bijvoorbeeld kill team. Of Age of Sigmar heeft Warcry. Daar heb ik ook een aantal boxen van die ook nog klaar moeten trouwens. Dit kan wel eens gewoon een jaar in beslag gaan nemen. Voordat ik alles klaar heb. Maar goed, dat is niet erg. Daar is de stream voor. We gaan het gewoon proberen denk ik. Ik wil in ieder geval even een aantal van die Photon nu laten zien. Zoals ik al zei, dit is van de Kill Team. Dit is de Lugger model. Doet ook in-game wat speciale dingen. En ziet er gewoon gaaf uit, denk ik. Zoals ik hem nu zie, is die... hij is bijna klaar. Kijk, wat je hier hebt. Hier heb ik met een airbrush wat tegenaan gegooid, helaas. Dus dat moet ik even overdoen, maar dat kan ik echt letterlijk straks doen. Maar voor de rest is hij wel redelijk klaar. Er zijn al wat kleine details, bijvoorbeeld hier die grip van zijn, wat is het? Een zwaardje of een mes? Die zou ik nog eventjes kunnen doen. En verder kan hij nog een aantal shades gebruiken, hier zo. Zijn gun is denk ik redelijk klaar. Ja, nou ja, in ieder geval, het gaat de goede kant op. Ik zal zo even over de overall paint scheme van deze Photon praten. Ik laat nog even een aantal andere models zien. Die al bijna klaar zijn. Even checken.
Ja, deze is ook bijna klaar. Nog niet helemaal. Dit is de Champion. Ik weet even niet meer hoe dit, hoe de leader heet van een Hearthkin groep. Maar goed, dit is. Was het een teen? Nee, volgens mij is het geen teen. Nou, maakt ook niet uit. Deze is ook van het kill team en is ja, redelijk klaar. Ook nog wat shading wat ik moet doen. Wat ik met de bases heb gedaan is dat het is een soort moon landscape. Wat ja, redelijk goed gelukt is. Stony, weet je, een beetje steen. Moon landscape-achtig. Ja, en hier moet ik nog een aantal dingen doen. De binnenkant van zijn armor moet ik nog doen. Ik denk ook dat zijn hoofd nog los zit. Ja, precies. Dus ik kan het nog doen. Want zijn hoofd zit nog los. Dat is mooi. En dan verder, ja. Ik ga hem gewoon nog eventjes na. Maar bij deze vind ik de armor wel heel erg goed gelukt. De shading van het wit is goed gelukt. Dus dan hebben we die. Dan zal ik er nog eentje van het kill team pakken. Even kijken. Perhaps. Waar is de rotary dude? Ja, hier zo. Dit is de rotary cannon boy. En die gaat ook wel lekker. Die is ook eigenlijk bijna klaar. Ik wil hier nog wat, misschien nog wat highlights doen. Maar hij is wel redelijk klaar. En ik weet niet of je het goed kan zien. Maar een detail op het schermpje was heel lastig. Maar het is gelukkig. Gelukkig is dat gelukt. Kijk, ja, hij is. Deze is wel echt zo goed als af. Nog even een paar kleine dingetjes doen, denk ik. Even kijken. Dan hebben we nog een model die, ja, waarvan we allemaal hopen dat die als unit gereleased wordt. Dit is de Jump Pack Warrior. Is best cool geworden. En is ook bijna klaar. Ik zit nu zelf ook even te checken op de camera van hoe het er uitziet. Ik zie hem. Ik heb deze model zo vaak gezien inmiddels dat op een gegeven moment moet je ook klaar zijn met iets. En daar heb ik nog wel moeite mee af en toe. Dus het is goed om het even op deze manier terug te zien. Ja, je ziet wel dat ik nog het. Die axe, daar moet ik nog wat aan doen. Die is gewoon, daar zit nog helemaal geen base of weet ik veel wat op. Dus die zou ik nog moeten doen. Maar het gaat de goede kant op. En ja, nogmaals, weet je, ik doe ook wel. Wat je in de hobby hebt, is tabletop standard. Dus wanneer ziet het er goed genoeg uit voor de tabletop? Weet je, wanneer ben je zelf blij met, oké, we hebben straks, weet ik veel, 20 van dit soort units op een tafel staan. Ziet het er dan oké uit? Ja, het ziet er nu al oké uit. Maar ik wilde ze, weet je, zeker zo'n kill team wil ik toch misschien naar een iets hoger niveau brengen. En ja, dat probeer ik nog even te doen. Ik zal kijken of ik er nog eentje heb van de normale Hearthkin Warriors. Oh ja, ik heb deze kale dude, heb ik nog. Een L7 Missile Launcher is dit. Deze hit hard. Kan ik je vertellen. Zo goed als klaar. Ook zo goed als klaar. Nogmaals, hetzelfde is hier gebeurd met de airbrush overspray een beetje. Dat kan nog wel iets verbeterd worden. Weet je, gewoon even die kleur terugbrengen. Maar dat is ook zo gebeurd. Het wapen is hier cool heeft toffe weathering erop. Hij is zwart, maar je ziet het. Het zilver er doorheen. Dus ja, deze gaat ook de goede kant op.
Ah, is gewoon decent. Ziet er gewoon prima uit, toch? Dit wordt een beetje... ja, dit is echt de paintjob waar ik voor ben gegaan. In eerste instantie had ik het net even wat anders gedaan. Ik had namelijk... De is van de Leaks of Votan is er een standaard paint scheme die veel wordt gebruikt. En dat is een soort van NASA-achtige suits. Dus echt helemaal wit en dan kleine dingetjes oranje. Dat zie je bij NASA, zie je dat ook wel eens. Weet je, zo'n standaard spacesuit. Volgens mij dat de Martian had zo'n soort... Weet je, die film The Martian had zo'n soort... color scheme in de suit. Maar ik vond het een beetje te bland worden. Plus ik zat een beetje na te denken over de lore van mijn custom Votan dan. En ja, ik wilde iets wat laat zien dat ze rijk zijn. Weet je, dat ze deze guys, die, laat ik zo zeggen, ze zijn... het zijn miners en ze hebben heel veel gebruik gemaakt van alle resources om zich heen. Space dwarfs, weet je, dit moet iets oldschool dwarfs ook hebben. En daarom heb ik voor dat burgundy gekozen. Ja, en dat komt gewoon best wel redelijk terug, denk ik. En dat oranje is gewoon een mooi contrast daarbij. En dat geeft toch wel een beetje dat NASA-achtige space-punky gevoel. Even checken, wat heb ik nog meer? Ja, ik heb een paar andere units. Dit is een hardguard. Ironheer hardguard, ja. Die heb ik helemaal burgundy gemaakt. En ja, je ziet dat zijn hoofd moet sowieso nog helemaal. Maar het was voor mij heel erg uittesten van wat voor paint schemes ga ik doen. En ja, ik heb hier de edge highlighting al redelijk gedaan. Het hoofd moet nog, dat is eigenlijk het belangrijkste bij deze gasten. Dit is cool geworden. Hier wil ik eigenlijk nog wel een decal op gaan doen. En die wil ik misschien gewoon zelf printen, want dat is blijkbaar helemaal niet zo heel erg moeilijk. Die guns die zijn voor nu zijn ze wit, maar ik vind het wel cool dat het een soort extensie is van hun armor. En dan wel met zo'n witte streep er zeg maar op. Oké. Laat ik heel even de volgende zien. Dat is de Ironheer Champion. Dat is eigenlijk de... Ja, een beetje de opperbaas van de guy die ik net liet zien. En deze is... die heeft echt veel meer... Dat glow effect. Object Source Lighting. OSL, ja. Volgens mij was het OSL. Ja, doe ik heel veel met de airbrush. Ik heb het echt een beetje overdone. Maar ja, ik vind het goed. En ik ga niet alles overdoen. Weet je, ik ben er gewoon mee gegaan. Ik heb mijn airbrush is niet... weet je, de set was eigenlijk heel erg goed. Was echt een hele goede set. Die heb ik gekregen voor een verjaardag van een vriendin. Daar was ik heel erg blij mee. Alleen ik merk nu dat de gun, de airbrush zelf, zeg maar, airbrush gun, die mag wel iets verfijnder. Dus de spray is eigenlijk een beetje te groot, de needle is te groot. Ik heb er nu ruim anderhalf jaar of twee jaar denk ik al mee gedaan. Nee, ik denk een jaar. En ja, is echt super blij mee. Het heeft echt de hele game veranderd voor mij eigenlijk. Maar voor deze dingen zou ik wel iets fijnere airbrush pistol willen hebben. En die ga ik ook zeker een keertje aanschaffen. Waarschijnlijk een Iwata of een... hoe heet die andere ook weer? Evolution. Ik weet even niet meer hoe het... iets met Harder en Berger of zoiets. Nou, ik weet het niet precies. Maar
iets redelijk premiums. Nou ja, ik heb hier... dit was eerst echt helemaal blauw. Dat heb ik wat aangepast. En heb daar eigenlijk een beetje een non-metallic metal ding van gemaakt. Hetzelfde geldt voor zijn kneepad, zoals je ziet. Dat is ook een beetje aangepast hier. En de normale... deze armor plates ook. Heb ik eigenlijk ook wat extra van zijn normale armor bij gedaan. En daardoor is het samen, komt het wel redelijk goed. Weet je, je ziet wie hier de baas is. En dat is eigenlijk een beetje de bedoeling. Speaking of OSL en glow dingen. Ik heb hier een brief voor mijn moeder. Nee, ik heb hier een Grimnir. Dit is volgens mij mijn tweede model die ik kocht. En ja, wat deze heel erg heeft is, standaard. Weet je, zijn cloak haait eigenlijk al het licht wat er van voren komt. En voren is het gewoon full on OSL. En dat is redelijk goed gelukt, vind ik zo. Het is weer vrij heftig, de OSL. Maar het mag wel, weet je. Ze mogen wel een beetje eruit poppen, wat mij betreft. Want het is allemaal heel erg veel burgundy en een beetje oranje en donker. Dit geeft toch even iets anders. En dat vond ik al heel erg cool. Op deze manier. En kijk, de OSL die werkt hier zo heel erg goed. Dus je ziet hieronder dat er komt licht hier tegenaan. En dat is eigenlijk precies mijn bedoeling geweest. Wat ik nog zou kunnen doen, of wat je nog zou kunnen doen als je ook OSL probeert, is dat je hier tegen de tipjes gewoon iets meer wit doet. Dan geeft dit aan, weet je, dat geeft net even iets meer diepte in de reflectie die het is. Het geeft de illusie van een reflectie, laat ik zo zeggen. Hier op zijn knie heb ik iets meer wit gedaan en ik heb in zijn baard, zoals je ziet, hi asking for. if you want, I can switch to English as well, because there's no one watching in Dutch right now. So, maar dit is in ieder geval, de highlights in zijn baard heb ik dus gedaan. En die is best cool geworden. Verder moet ik hier nog iets extra's doen. Dus hier moet ik eigenlijk ook nog een beetje van die highlights doen. Maar dat komt, dat kan allemaal later wel. Verder ben ik hier wel blij mee. Even kijken wat ik nog meer heb. There is more. Deze is echt nog niet klaar. Deze is echt nog niet klaar. Even checken. Dit is de Carl. Actually, dit is Uther the Destined. Dit is de Carl. En deze heb ik zo gekregen. Geprimed heb ik die gekregen. Maar wel assembled, dus ik kon er zelf ook geen call van maken. Dit is de versie met zwaard, dus dat betekent eigenlijk automatisch dat het Uther the Descent is vanwege het zwaard. Maar ik moet hier nog wel wat mee. Kijk, dit is eigenlijk wat ik bedoel met OSL. Kijk, sorry, ik zit nog een beetje te...
Kijk, met OSL. Met OSL is het. Deze is wat mij betreft interessanter. Voor character models. En deze hoeft niet overal, weet je, Uthar hoeft niet overal OSL te hebben. Maar als de OSL alleen maar hier zit bijvoorbeeld. Hier zo. Dat kan prima. Dus wat ik ga doen is deze eerst helemaal afmaken. Dus deze wordt gewoon helemaal afgemaakt. En dan ga ik dit de source van de OSL maken. Wat betekent dat ongeveer dit deel. Dat gaat. Dit is een van de bikers. Dus dit is die. De Pioneer, volgens mij. Earthkin Pioneers. Daar heb ik er nog 3 van te doen. En wellicht nog meer. Maar er is redelijk wat nog. En verder hebben we dan deze nog. De Sagittar. En die moet echt nog helemaal geprimed worden. En alles. Maar we zijn goed onderweg. Laat het zo zijn. Ja, dus dit zijn eigenlijk een beetje de. Ja, dit is een beetje de color scheme. Waar we voor gaan nu. En daarvan heb ik er een aantal. Ik heb dus een aantal Hardkin Warriors die. Die moeten echt nog helemaal geprimed worden en assembled worden en alles. Maar ik heb er ook een aantal die kwamen van marktplaatsen op Sprue. En dat zijn deze allemaal. Die zet ik heel even hier achter. Deze moeten eigenlijk nog allemaal gedaan worden. En dan zijn er nog wel wat meer hoor. Alleen die zitten niet op een base. Dus dat wordt even checken. Maar voor nu denk ik dat ik gewoon alvast aan de slag ga met een van deze gasten hierachter. Want daar moet nog wel het een en ander aan gebeuren. Ik zal even checken of de Twitch chat even terug kan. Yes. Volgens mij zijn we er weer. Dat is mooi. Ik had net problemen met mijn camera en dat was annoying. Maar nu kunnen we weer doorgaan. Oké, ik ga even checken wat het beste is. Ik denk dat ik gewoon meteen doorga met degene die dus geprimed zijn. En die nog een extra laag van deze moeten hebben. Is de base Gull Forback Red. Ik heb hiervoor een wet pallet liggen, zoals je ziet. En zoals je ziet is het echt een mes. Maar dat is hoe ik het beste werk. Weet je. Kan er ook niks aan doen. Ik ga hier wat neerplempen. Hij is wel goed nat nog. In ieder geval. Ja, hij is wel. Hij is goed genoeg nat. Dan pak ik heel veel water erbij. En dan gaan we aan de slag. Ik zal even doorgaan met. Dit is de kal. Even ietsje dichterbij doen. En deze heeft nog een extra layer nodig. En dan ga ik meteen maar aan beginnen dan.
deze moet, zoals je ziet, ook de knee pads en zo moet ik hier nog doen. Die knee pads die doe ik normaal gesproken gewoon met, hoe heet die kleur? Volgens mij is het een flashstone. Een flashstone, ik weet niet welke. Ik zal hem er zo even bij pakken hoor. Dit is gewoon een kwestie van, dit is eigenlijk een tweede laag die er nu op gaat. Heel misschien dat ik die witte lijnen die je hier ziet. Dus deze witte lijnen. Dat ik die nog oranje doe, maar dat weet ik nog niet helemaal zeker. Even checken of dat kan. Of dat er goed uitziet. Ik weet het eigenlijk niet. Also a little message for the English speaking peoples. Please let me know if you want me to do this in English. You know, as long as there's more English people in the chat than Dutch people, then I'd love to just talk to you guys in English. Maybe I should do it anyways, because the chance of me hitting someone or hitting someone. Wow, look at me. I'm all messed up because of the camera, my iPhone camera getting shut down. No, but if there's a preference for talking in English, please let me know because I will. Always good to do a second layer, and to be completely honest with you, I don't always do a second layer if I'm going to shade it, because I think it won't matter, but it really does. I mean, the color just pops, you know. I should really figure out what happened to my iPhone camera. The kind of stuff that bothers me. It's a wireless connection though, so it's, you know, anything can go wrong. Every now and then I'm checking what's going on in the chat. This is my very first stream, so I don't have a lot of things nicely set up and everything, so I'm sorry for that. Let's see what's going on. So also, if you are in the chat, please do let me know if there's anything that you should do different. That I should do different surrounding like the video production side of it, as you will. There are some really small crevices, see, right here. It's going to be a pain to paint. I'm going to do my best. It will work out though. I'll just do it lightly and then go on with the
I think it was Snakebite Leather, but it's not Snake. Wait a second. I'll check. Ah, Fire Slayer Flesh, of course. I use. Whoops. That was good that was not open. I use Fire Slayer Flesh for a lot of my leather stuff. An example of that is this. I think most of this is Fire Slayer. Yeah. Fire Slayer Flesh. And sometimes I put a base layer of like Mournfang Brown or something on it, and then just put the contrast paint on it as if it was a shade. Not always though, sometimes. Just if there's a lot of leather and it needs a lot of variety, then I'll do that, basically. I really like the most of the contrast paints from GW. I started with them back when they came out. And the newer lines are, yeah, they're fine as well. I have a few favorites. And a few that I don't really like that much. Excuse me for the like 5 minutes of total nothingness when the camera decided to give up, by the way. I really did not know what to do, but you know, I could just start over. It's just it bothers me, you know. I want to have a stable camera connection. Obviously my iPhone. Should I show you how this is working right now? This is what is happening. this is my super legit setup, and believe it or not, I produce professional videos, so I have a lot of stuff, but I don't want to use a lot of stuff when I'm at home, and I don't have like a dedicated room for this streaming thing yet. So yeah, maybe I should have expected that it wasn't going to work. Okay, so. Like I said before, this little crevice there behind the shoulder pad is really annoying. Is there one? Oh, there's one there too. Oh, oh no. It's not too bad, actually. I'm going to need a bit more, though. A little bit more of this. I really, really, really like this this color, and it's going to be nice with the highlights that I have for it, the layers and the highlights for it. It's a bit of a dull color just on its own. But highlighting it with, I think it was Screamer Pink.
Ah, there's something in between here that also needs some red. It's really hard to reach, but it'll be okay. I think that's about it for his red for this layer, at least. I'm not prepared. I'm missing my my paper towel, but that'll be okay. Let's see a little bit more here. Going to have to do a double layer on the arc thing, but apart from that, I think I'm not sure if it's the right order or anything, but I'm probably just going to do the snake bite leather. It's not really snake bite leather, as I said, but the fire slayer, or maybe I'll just do it. I don't know. Do I do the Morphem brown for the leathers? I don't know. I could try. Yeah, I could just try and do the Fire Slayer flesh for the leathers, and then just see what it looks like. I know that I can do the pads, the knee pads, and the elbow pads. I can do it like this when I put it on. When I put on a lot, let's see how that looks, right? It looks a bit too light at the moment, but a second layer will really make it pop. And then highlighting on that is always a good idea. Maybe I should. My pots are very, very close to my elbows, and that's a recipe for disaster. This is pretty great. I can slap it on pretty hefty. See the shoulder or the knee pads right now? Another layer of that and it will look pretty good, I think. Let's do the same with the elbow. It's
Sometimes I forget that I have a tiny field of view on my camera right now. So sorry for that. This is bad, isn't it? I see a very, very a cutting line. What's it called? Sprue. A sprue thing that's left from cutting. From cutting it out of the sprue. But yeah, as I said before, I said it in Dutch, so maybe I should continue in Dutch. Zoals ik al eerder zei, er zit hier en daar, deze kreeg ik al geprimed en assembled binnen. En er zit hier en daar zit er een, nog wat van de sprue wat over is. En dat is, ja, dat is wel jammer, maar goed, it's tabletop standard, hè? Maakt niet uit. En het mooie van de van die contrast Fire Slayer Flash is bij die burgundy kleur, het gaat niet heel erg opvallen als je overspeelt. Sterker nog, ik denk dat het een goede shade is voor burgundy. Dus alles wat je hebt gemist tegen de randjes aan met burgundy, dat kan je op deze manier eigenlijk gewoon meepakken. Plus alles wat tussen de panelen zit, dat kan je ook goed meepakken. Oké, dan hebben we nog een andere elbow hierachter. Hier zo. En dan gaan we hetzelfde mee doen. Fire Slayer Flash. Het is echt een goede oplossing voor dit soort dingen. Tegen dat oranje aan is het ook prima, zie ik. Het is eigenlijk gewoon een goede base layer. Ja, hij past er goed bij. Hij is nog wel echt te licht, zoals je hier ziet. Dat is echt wel een beetje te licht, maar dit doen er gewoon nog een layer overheen. Daar had ook nog rood gemoeten. Oké, ik moet heel eventjes terug. I have to go back to the Golf Harbuck Red. Daar heb ik nog een klein beetje van op mijn wet palette. Dus yeah, this is mostly base layer. Dit stukje was ik vergeten. This part I forgot. Maar it's okay.
En nu is het eigenlijk een kwestie van die letterpunten eventjes gaan lokken. Dus eigenlijk pakken we er weer gewoon Fire Slayer Flash bij. Dus een hele goede vervanging voor Snakebite Leather. Vind ik zelf in ieder geval. Ik heb hem, ik heb Snakebite Leather ook nooit gehad. Dus misschien, het is waarschijnlijk een hele andere kleur. Maar het werkt voor mij eigenlijk prima voor leer. En ik ga in eerste instantie nu even proberen dat hier te laten zien. Ik zie, dit werkt gewoon best wel goed. En hij is nu veel te licht, zoals je ziet. Maar daar komt de tweede laag overheen. En dan zal je zien dat hij iets beter pakt. Je kan ook meteen een dikkere laag opdoen. Alleen je moet oppassen dat hij niet gaat poelen. In ieder geval niet te veel gaat poelen, laat ik zo zeggen. Hij heeft natuurlijk ook een belt. Hij heeft nog veel meer daarachter. Hij heeft nog wat andere pouwtjes daar. Hier zo. Dus die kan ik ook nog eventjes doen. Oké, die zijn ook locked in. Zijn er nog twee over, zie ik. En dan kan ik meteen eigenlijk de volgende layer gaan doen. Van de grotere. Van die gun holster bijvoorbeeld. Die zijn wel zo'n beetje... Nou, nee, die zijn nog niet helemaal droog trouwens. Mijn brush is te loaded nu. Oké, dit is weer een moeilijk stuk. Zoals je ziet zijn hier tussen eigenlijk. Daar zo, daar zit zijn pouch. Dus dat wordt de andere kant van de pouch die ik eventjes moet doen. Altijd lastig als hij tussen al die verschillende dingen moet. Maar het is gelukt zonder schade. Ja, ongeveer. Dus het is een klein beetje op een van zijn armor panels gekomen. Maar dat maakt niet heel veel uit. Voor de rest zijn de pads nu redelijk gedroogd.
En zoals ik al zei, hier heb ik net nog wat rood toegevoegd. Balrog, hoe heet het ook alweer? Gal Forback Red, oké. Okay. Hier tussen nog wat toegevoegd. Want dat, ja, dat is een deel van de fabric van zijn onder fabric, zeg maar, zijn ondersuit. En er zit nog wat wit, zoals je kan zien, bij de shoulder pad. Tussen het shoulder pad en dat red. Maar dat kan je heel makkelijk oplossen, omdat ik nu die Fire Slayer Flash heb. Kan je daar redelijk makkelijk gewoon overheen gaan. Zonder dat je daar hele gekke dingen gaat zien. Want het is, die Fire Slayer Red is een soort van hele goede shade ook voor die burgundy. Dus dat is heel erg nice. Want dan heb je meteen wat meer contrast daarin. Kijk maar. Het is nu een beetje gepoeld zoals je ziet daar. Maar het is niet erg, weet je. Het gaat allemaal goed komen. Oké. Ziet er nice uit. Even kijken, misschien kunnen we wel een beetje aan de details gaan werken. Zoals je ziet ben ik niet heel erg... heb ik niet echt een bepaalde volgorde voor dingen of zo. Zou ik misschien wel moeten hebben, maar goed. Hoeft voor nu even niet. Ik ging de pads doen. De elbow pads. Die zijn eigenlijk al best redelijk donker. Dat bedoel ik dus van deze kleur, weet je. Die Contrast Fire Slayer Flash. Is gewoon echt een goede voor leer. Dat is echt een hele goede voor leer. En ik zou eigenlijk Snakebite Leather een keertje moeten proberen. Maar om ze te vergelijken. Maar ja, voorlopig vind ik dit best goed gaan. Ik denk dat Snakebite Leather iets donkerder is. Oké, ik ben nu heel erg aan het poelen met de contrast paint. Maar ik vind het niet zo erg eigenlijk. Dat poeling, dat geeft heel veel diepte meteen aan het leather. Gaat eigenlijk zo wel de goede kant op. Kawa ziet er iets... iets geler uit dan dat het in werkelijkheid is. Wat ik misschien ook wel meteen zou kunnen doen nu ik toch de brush loaded heb. Is deze beste manse baard. Maar wil ik die bruin hebben of wil ik die wit houden? Is een beetje de vraag. Ja, dat is een beetje de vraag, inderdaad. Ik zal het even moeten checken. Wat ik wel ga doen, is alvast zijn boots doen. En hoe ik boots normaal heb gedaan, dat kan ik wel even laten zien. Ik heb er een soort van snowboots van gemaakt. Ik zal dat goede model, die lugger, er weer even bij halen. Dat is namelijk een redelijk goed voorbeeld van hoe ik dat toen heb gedaan. Zie. De neus. En de hiel. De neus en de hiel. Dat is zwart. Dat is eigenlijk een beetje gebaseerd op van die Zweedse snowboots. Dus ik dacht misschien is dat cool om te doen. In eerste instantie doe ik nu de hele boot... doe ik gewoon met dezezelfde Fire Slayer Flash. Omdat die nu toch open staat. En deze mag al redelijk loaded zijn. Maar nooit te veel. Je wilt het eigenlijk nooit echt laten poelen. Ik
Dus het gaat eigenlijk alleen maar om het enkel gedeelte hiervan. Want de rest wordt zwart. Sowieso moet ik hier de basic nog van doen. Deze waren geglued en ja, bepaalde minis krijg ik er niet goed af. Dus dat zal ik dan... ja, dat zal ik er langs eigenlijk moeten bezen. Dat moet op zich moet dat wel goed komen. Oké, okay, dat was een soort van één boot. Deze zit er eigenlijk wat te dik op. Maar je kan het voordeel van contrast paint is, je kan het makkelijk heen en weer bewegen. Dus als het op één plek. Als het op één plek zit ergens op je mini. En het is nog nat. Dan kan je het makkelijk eventjes je brush wat droger maken. En ja, gewoon op een ander stuk weer verplaatsen. Eigenlijk het verplaatsen van de paint is het. Ja, zoals je ziet, de boots zijn nu een beetje te licht nog. Maar er komt nog een extra laag overheen. Ja, tenzij we dus toch gewoon Morphang Brown gaan doen. Maar dat valt nog eventjes te bezien. Moet ik nog even checken. Voor nu ziet het er prima uit. Het wordt misschien wel bijna tijd om aan de gun te gaan beginnen. Gewoon even om het contrast. Weet je, ik heb af en toe heb ik ook zoiets van... je moet gewoon het contrast in je mini zo snel mogelijk even brengen. Om een idee te krijgen van de rest, weet je wel. Dus weet je, als je de basis, de base layers, daarom zeggen ze ook altijd, doe eerst alle base layers. Misschien moet ik er wat vaker naar luisteren. Nee, maar als je de base layers locked in hebt, dan ziet het er ineens, dan gaat het wat zeggen. Weet je wel, het zegt iets. En daarvoor, ja, dat wordt wel een goeie. Die revolver, volgens mij is het een bolt revolver, bolt pistol. Het is geen bolt pistol per se, denk ik. Zou ik even moeten opzoeken wat voor wapen dit is. Maar ik heb eigenlijk hetzelfde idee als wat ik met een aantal anderen ook heb gedaan. En dat is toch wel wat wit erin laten. Ik vind dat heel cool. Het doet me een beetje denken aan Destiny namelijk. Destiny heeft veel... Een soort witte panels op een guns. En dat vind ik altijd wel heel erg cool. Even kijken, wat ga ik eerst doen? Het is even de vraag wat ik nu eerst moet gaan doen. Ik kan ook even het blauw doen. Ik kan het oranje nog een beetje doen. Dat is ook nog niet klaar. Misschien meteen de belt even moeten afmaken. Ja, dat ga ik wel even doen voordat ik verder ga. Dus ik ga eerst gewoon eventjes kijken. Oké, wat heeft er nog meer Fire Slayer Flash nodig? Dan kan ik namelijk laten kijken of daar nog Morphang Brown aan toegevoegd moet worden. Of bijvoorbeeld Agrax Earthshade om het net even iets donkerder te maken dan de rest. Dat kan natuurlijk ook. Even checken. Laten we voor nu gaan we even de belt doen. En de belt heb ik kijken bij de andere boyo's ook op een bepaalde manier gedaan. Volgens mij heb ik daar... Je hebt natuurlijk een belt met van die verticale delen om je belt daadwerkelijk... Hoe noem je dat? Riem? Ik weet niet hoe dat heet hoor. Ik heb geen idee hoe dat heet. Riemhouders. Riemvatten. Ik weet niet. Oh, die heb ik bal
nog een keer bal voor back red gemaakt. Dus de verticale delen van de riem. Oké, lastig, lastig. Even checken. Als de belt buckle maar eventjes locked in is, dan ben ik blij. Dat is die nu. Maakt echt super veel verschil eigenlijk als je die belt gewoon meteen even doet. Oké. Dat is één deel van de belt. Zo, ik was gewoon even mijn potje kwijt. Oké, locked in. Belt is nu rond. Ja, dan kan ik ook nog wel even een extra layer aan voor de boots doen. Dus dat ga ik meteen even doen. Dat maakt ook weer alle verschil. Zoals ik al zie. Ik blijf het wel cool vinden. Ik blijf de color scheme echt, echt cool vinden. En nu nog even niet op de armor letten uiteraard. Maar het blijft wel wat hebben, vind ik. Het is gewoon een kleurencombinatie die gewoon goed werkt. Oké, tweede boot. Ik krijg nu de tweede laag. Ja, en een tweede laag Fire Slayer Flash, dat maakt echt veel uit. Ik denk dat is hetgene wat, wat het echt leathery maakt. Toch zou ik Snakebite Leather wel graag een keer willen proberen. Maar voor nu, het ziet er goed uit. Ik kan die pouches achter ook nog wel even doen. Je moet zeker dus nogmaals niet je brush te veel loaden. Dan poelt het te veel. Oké. Kijk, dat ziet er al nicer uit. De backpacks. Volgens mij heb ik de backpacks altijd zo gedaan. Dit zwart en dit soort brons. Koper eigenlijk, koperkleur. Dit is gewoon een schepje, dus dat gaat wel goed komen. Even kijken hoor. Ja, de vraag is een beetje of het al tijd is voor de gun of voor de handschoenen. Handschoenen waren wel echt moeilijk, zoals ik dat had bedacht in ieder geval. Ik had namelijk die tussendingen van de handschoenen,
Het is echt lastig te zien hoor, maar... Kijk. Hoe kan ik het goed laten zien? De handschoenen, die hebben ook een soort van... pads. Zie hier. Dus tussen de hand en een beetje de onderarm. Dat heb ik zwart gedaan vorige keer. Maar ik kan me herinneren dat het heel veel werk was. Nou is dat niet heel erg. Maar ik kan me ook herinneren dat ik dacht van... misschien moet ik daar Black Templar of in ieder geval een zwarte contrast paint voor halen. Dat heb ik nog niet gedaan. Dus ik weet niet of ik dat nu ga doen. Ja, of ik ga gewoon zwart natuurlijk gewoon dunner maken als ik hier zwart heb staan. Ik heb de meeste spullen liggen toch ergens anders. Nou, ik ga gewoon eerst even de gun doen, want dat heb ik hier wel staan. En daarvoor hebben we in eerste instantie Iron Warriors. Ook weer een Citadel Paint. Die ga je natuurlijk niet op je... Oh, deze moet ik wel even wat beter schudden. Die ga je natuurlijk niet op je... Of die wil je liever niet op je wet palette doen. Ik heb het wel eens gedaan, maar het heeft... ja, het heeft niet zo heel veel zin. Je hebt er vaak niet heel veel van nodig. Dus meestal doe ik hem gewoon in het ding ernaast. Dus gewoon in het traditionele palet, zeg maar. Paletje. Even kijken. Ja, wat ik hier ga doen is, ik ga dat magazijn in die gun hier zo, die ga ik die kleur geven. Maar daarboven, dit, dat blijft gewoon wit. Dat wel een goeie is. En dan zie ik hier ook nog wel, ik ga even kijken. Ik ga even kijken hoe het eruit ziet straks als dat magazijn en... als in ieder geval dat magazijn... zilver is. Eigenlijk een donker metallic kleurtje. Het scheelt een hele hoop, zie ik al. Kijk maar. En ik denk dat we dat deel daarachter ook gewoon kunnen doen. Ja, dat zal een andere metallic worden uiteindelijk. Maar we gaan het wel op die manier doen. Dat gewoon als lichtere metallic straks doen. Dat gaat denk ik het beste worden. Heb ik die hier staan? Iron Hand Steel, zeker. Iron Warriors is eigenlijk de donkerste, denk ik wel. Zeker in vergelijking dus met Iron Hand Steel, zoals je ziet. Die Iron Hand Steel, dat is een goede om hem om straks even de rest ietsje lichter te maken. Ik doe nu alles gewoon in Iron Warriors, denk ik. En dan kan ik altijd nog een stapje lichter gaan. Het is dan wel een base color, maar ja, ik kan er wel mee leren. Ik denk zelfs dat vooral het magazijn dan wat lichter moet.
Yep. Dit gaat hem wel worden, denk ik zo. Ik heb trouwens ook echt een hele random lo-fi playlist aangezet. Ik heb geen. Weet je, ik heb geen idee of het heel nice is, maar. Gaat wel zien. Ah, ik heb een stukje van zijn. Van zijn vinger meegenomen, maar dat is niet erg. Oké, nou, dit is het idee. En misschien dat ik dat topdeel. Dit deel dan ook alweer een andere kleur maakt. Maar ik vind het ding met dat wit vind ik heel erg cool. Ah, oké, de barrels, die moet ik eigenlijk ook nog doen. Die moet ik ook nog drillen. Poeh. Dat is dus het vervelende van als je op marktplaats haalt. Dat soort dingen zijn dan nog niet gedaan. Maar het is niet zo'n heel groot probleem. Ik kan het wel redelijk makkelijk doen. Heb ik hem hier liggen? Denk het wel. Ja, denk het wel. Zo, ondertussen ben ik al bijna 2 uur bezig met streamen. Van de eerste stream ooit. The Return. En ondanks de iPhone die uitviel, de camera, deze camera dus, ging het eigenlijk best wel lekker, vond ik zelf. Oh, misschien moet ik niet gaan drillen als ik net heb geverfd en met mijn vingers aan ga zitten. Oké. Dus nee, ik denk dat voor een eerste keer ging het best goed. Die iPhone vind ik wel echt een dingetje. Weet je, ik wil niet dat dingen zomaar ineens uit gaan vallen. Uiteraard. Dus misschien dat ik daar een webcam voor check. Of ja, toch een interface van mijn camera naar... Naar OBS. Want ik heb genoeg camera's hier liggen. Maar ik wil een zo minimal mogelijke setup hebben eigenlijk. Dus dat... Ja, dat is het idee eigenlijk. En dat is... Dat klinkt soms heel raar. Alleen als je veel aan video editing doet en veel aan weet je, slepen van apparatuur en zo, dat heb ik natuurlijk heel lang gedaan. En op een gegeven moment word je daar gewoon echt een beetje gek van. En dan heb je er geen zin meer in. En als je dan thuis bent, dan wil je dat ook gewoon niet meer. Weet je, dan wil je daar gewoon direct mee ophouden. En deze setup is, ja... Als mijn iPhone de volgende keer weer zo gek gaat doen, dan stop ik ermee. Maar in principe is deze setup echt, echt heel erg relaxed. Want ik heb niet zoveel staan. En ik vind... Sowieso portable dingen, daar hou ik heel erg van. Weet je, dingen die je gewoon uit de kast kan trekken. Weet je, ik heb ook een, zullen niet heel veel mensen weten wat dat is, denk ik, maar een Teenage Engineering OP-1. Dat is een synthesizer, maar die is letterlijk zo groot als dit ding. Misschien nog wel kleiner. Ja, ik hou daarvan, weet je. Je kan het pakken als je het nodig hebt. Het werkt op batterijen en het werkt gewoon. Als het is opgeladen. En in dit geval met de iPhone werkt nu, ja, heeft het redelijk, het heeft redelijk stand gehouden, denk ik. Behalve die ene crash dan. En als dat volgende keer weer zo is, dan flikker ik dat ding meteen weg. Nee, grapje.
Ik ben nu meteen door aan het gaan met de andere metalen dingetjes. Ik vraag me echt af of deze niet te donker is daarvoor. Maar we kunnen er straks altijd nog een laagje overheen doen. Dit is in ieder geval nu de gun situatie. Kijken hoe dichtbij ik hem kan focussen. Ja, dit is de gun situatie. Ik denk dat hij wel zo wit blijft. Misschien dat ik die grip onder, dat ik daar nog iets mee ga doen. Ik weet het niet zeker. Hij krijgt sowieso nog een beetje weathering en alles. Dat lijkt me wel een hele goeie. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben wel echt heel erg langzaam gegaan met deze met deze warrior. Ik had er veel meer willen doen, alleen ja, weet je, het was voor mij ook even een eerste stream om gewoon te checken hoe het technisch allemaal loopt natuurlijk. En ja, zoals je ziet, loopt toch tegen dingen aan. Maar dat is niet erg. Weet je, daar leer ik ook weer van. En het idee is eigenlijk dat ik vanaf 2024 serieus ga oppakken. Even afhankelijk van hoe het verder gaat. And again, if there's people watching this and prefer English, then just let me know. Okay, so I'll show the lugger, which is really the this was the first one that I did for this set. It's not completely done, but it's getting close. I just need to do some of the details on this one. It might be a bit hard to see, but there are some light blue OSL effect on his cheek as well. Because my initial idea was to have the light come up from his suit, you know, which, you know, it's pretty hard to do. I saw it somewhere and it looked pretty nice. Hey, what's up, Evelyn? Do you prefer English or are you Dutch? I'm actually pretty happy with the... Alright, English. Great, great, great. How are you doing tonight? Are you painting Warhammer as well? Yeah, I'm actually Dutch. So I kind of started the stream in Dutch. Yeah, I'm switching to English every now and then because there's English people coming in. So yeah, I've been doing this stream. This is my very first stream actually, in a long time. But you know, the first stream with this. With this thing of the painting and everything. So yeah, it was exciting to try everything out. And I've been streaming for about 2 hours now. What have you been up to? Yeah, back. I'm not sure if I'm completely back to streaming, but I explained it before
in this video. I want to, you know, hold myself to a planning so I can finish all my painting. Because I have a lot of these little dudes to finish. So I thought like, yeah, why not do it with a stream, you know? I can kind of force myself to go streaming and to go painting as well. And I think it will help because I really take like a few hours now to do some painting. And yeah, it really helps. So what are your interests on Twitch? Are you just because this is the makers and crafting section, right? Right. Yeah, I actually had a hard time finding a category for this. Like, you know, I was looking at the art category, but the only thing I saw was twerking ladies and guys and whatever. I don't know. I did do gaming before, and I might do it again. It's just that I need a setup for that. I need to do some stuff with that. But probably I like gaming. Actually doing a lot of Baldur's Gate at the moment, which is a huge game. So yeah, what games do you like? No, this is actually my own little army that I'm making. It's kind of the point of my channel at the moment, just to finish things. Like I said before, I have a lot of stuff that I need to finish. I would consider doing commission work, but yeah, my progress is a bit slow. Cool. So what's your favorite RPG of all time? Elden Ring. Who? I'd love to play Elden Ring, but I'm too much of a coward for that kind of stuff. Like really, I tried to do Dark Souls 3, and yeah, I got my ass handed to me
with Dark Souls. So I heard that Elden Ring is like a little bit more accessible at least than Dark Souls, right? This is actually my first day of holiday. But I have to work tomorrow for a little bit. I wasn't ready with the video that I was making for the company that I work at. So yeah, I have to kind of come back tomorrow and finish the editing for that. And apart from that, my holidays. What's on the planning? Well, there's Christmas soon. So I'm going to be here in the Netherlands, and then I'm going to my girlfriend's in Belgium. And I'm going back to the Netherlands again, and yeah, I have a few days off, until like the 4th of January. Probably going to do a lot of streaming. I'm going to try and do twice a week or something, something like that. Did you ever finish Elden Ring? Or finish? It's hard to finish, I guess, but it's never really finished, right? I'm from the Netherlands. I live in a town near the airport, Schiphol Airport. So that's near Amsterdam, actually. I think it's like a 30 minutes, yeah, like a 30-40 minute train ride to Amsterdam from here. I live in you could say it's a suburb. A suburb area of Amsterdam. And yourself, where are you from? Texas. All right. Texas. That's cool. I always wanted to go to Texas, or at least I wanted to go to somewhere else than Los Angeles. I've been to Los Angeles. I've been to New York, and those are the kind of the cities that people go to. That people tend to go to. But Texas is not something that that you would generally go to, like from Europe or something, I think. So that's a thing that I'm interested in. cold, yeah. Well, it's actually okay. It's not that cold.
Right now it's like, I think 10 degrees or something. So it's okay. It's the middle of December and we're doing fine. It's not freezing, but it has been freezing. Yeah, I think so what do you mean, it's a rough place, Texas? What do you mean with rough? This is Warhammer. It's a tabletop game. So it's I'm not sure. Maybe you know XCOM. XCOM is like a strategy game on PC, I think, and PlayStation and everything. And Warhammer is kind of similar to that. It's a tabletop war game actually, and there's all these models that this, for example, these are the part of the Leagues of Votan, and the Leagues of Votan are basically space dwarfs. So they're space dwarfs. They're yeah, they're pretty cool. They're a new kind of newish faction. They have like this cool, this is not done by the way, but they have this cool bike as well, you know. So they have all kinds of cool units that that have different kinds of warfare, and you know, it's very, very nerdy, but it's pretty cool. it's a pretty cool hobby because you know, because of the painting aspect as well. You spend a lot of time with it, just assembling and painting, and then you know, it's a good money's worth. This is like a psyker, like a wizard, dwarf wizard thing. I'm surprised that you don't know Warhammer, though. Warhammer's like, it's really, really famous, right? Especially in the, well, maybe not especially in the United States, but it is really famous. So, have you played XCOM?
Yes, I do actually. I don't have a Discord, or I do have a Discord, I think. But you can probably find me just at The Winnest. Also on Instagram. I have a page, not my personal page, just a page for this, where I post some of the minis that I make. So you can check me on Instagram at The Winnest, just like it says here on the screen. Discord, I have to check. I don't really use Discord a lot, but it's probably the same. It's probably Discord at The Winnest, or Discord The Winnest, or something like that. You'll find the little bunny icon, like my profile picture here. Yeah, kinda. I have to kinda get going again with that account. But I have some posts there, yes. Yeah, cool. Of course. And also, I'll be streaming a lot, so you can always just follow me here as well, if you want. Maybe I'll do some gaming, but I'm not sure. I'm not sure about that. I mean, I have a PS5, so I could potentially just stream that, but you know, a little bit more interaction with the chat or something, and maybe with a cam. I don't know if I can do that with just a PlayStation 5, or I'm still figuring out how Twitch works as well. Like all these things that that you can do, like I'm used to just, you know, just likes and maybe like some sort of gifting, donations and stuff, but Twitch has all these kinds of terms for it that I don't know. So I'm going to have to figure that out. But for now, it's the most important thing is just to get some streams going and just keep painting this up. Alrighty. Thank you. I'm glad you were not here before, because this camera, the iPhone camera, it stopped working all of a sudden. It was annoying. My Instagram is also on my about page, by the way.
I think that's the right one, at least. Why my camera stopped working? It was because I have my iPhone wirelessly connected to the streaming platform or the streaming software that I'm on, and that didn't really work out. But it does now. I'm not sure what went wrong. Not sure. I have to check. Yeah, I think so. I'm going to have to check on my phone later, though. Yeah, like I said, I'm using my phone. I'm using my phone as a camera, so it's currently occupied. I can show you. Look at this. This construction. So I'll take a look at it later, for show. The funny thing is that, as I said, I make videos for a living. So I have a lot of video equipment and everything. But I don't feel like setting everything up professionally when I come home. You know, like when I come home from work. I work in marketing, so I do branding, but I also do design and do videos and content creation for a company. So when I come home, I don't want to set up the entire everything again, you know, with all the cameras and stuff. So this is why I have a very, very minimal setup right now. Just a MacBook, an iPhone and a microphone. That's about it. And it works out pretty well. It works out pretty decently. So that's good enough for me, you know. It's I don't have headaches and you know, for carrying all the stuff all the time, even when I'm not at work. Nah, it's okay. I'm exaggerating just a little bit. It's not that big of a deal, but it's just that when I come home, I just want to, you know, take it easy with all the camera equipment and everything. I just have this setup is so minimal. It's so minimal, and I like it. It just you know, it was the first time testing this right now, and it works fine. So here we're at with the Grimnir with lots of OSL. Oh really? What do you do? So you're a software developer and into some comics as well?
Some comic stuff? What do you mean? With comic stuff. This is the Iron Hair Champion for the few people that are watching. I actually overdid it a little with the OSL, but then I kind of cut it back with the Burgundy again. Yeah, this dude is pretty cool. It's one of the, I think one of the leaders actually. Or one of the champions. He's actually called a champion. So I need to finish him. He's doing pretty good, but yeah. Really? Oh, that's crazy. Illustrations and animations. Wow. I thought I was doing a cool thing here with my thing. I have a few illustrations. Okay, let me start over. I did like all these little things you see in the screen. I did that today. I sketched those out today and just made them digital, you know, like this little box that you see, and it's right over here, that one. And what else? Yeah, just my profile pictures, you can see, and this one is actually that one. So I just did that today, very, very quickly. You could definitely try on Discord, but yeah, do it on Discord. That's okay. Or maybe you can. Oh, that's cool. Why you're not streaming? Shouldn't you be streaming yourself? All right. Yeah, I will wait a second because I get what you mean. I have holiday right now, as I said, and it's a great way to start. I just hope that I can continue it, you know. Yeah. I'll check Discord. Wait one second. I'm pretty sure that it's just that I reset like all my internet stuff today, like all my. I logged into another Chrome account and blah, 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 blah. So that was annoying. So I have to do all the I have to do all the passwords again. Okay, let me check. Right. Done.
That's cool. I'm looking forward to see the illustrations and stuff, if you have some. By the way, I'm not sure if you know this, if you have more knowledge of Discord than I do, probably you do, because I hear a lot of people talk about their own Discord channel. Do you think it's wise for me to set something like that up, like my own Discord channel, so I can, I don't know, let people know that I'm online, or whatever people do on Discord, just to build a community, because that's kind of like the goal for the long term. This was obviously my first live stream, and I want to do a lot more and maybe let people know. So do you think that, do you know anything about like a community Discord, or do like creators have that, or how does it work? That's cool work. That's real nice. What exactly did you do on these? Like the illustrations or like the Photoshop mockups? Yeah, I'll just check it out. I'll just do some research on how that's gonna play out, and how it can help me. For now, it's just important for me to just do some streams and do some videos, perhaps if I have some time. It's also not only going to be painting. There's going to be some more things that I'll probably do. I recently got back into the Pokemon TCG, so yeah. Cool. Awesome. I think I'm going to close the stream soon. It's been like almost more than 2.5 hours. That's a great one for the first time. But I'll definitely be back soon. Like soon will be probably tomorrow or something. So yeah. Oh, this is, by the way, one of the drawings that I did recently, or recently, not recently, but I digitized it today just for the channel.
So I also have the idea to I have the idea to close every stream with a little drawing of the character that I have right there. Right there, that one. And just to collect a bunch of drawings, like at the end of a year of streaming or something. Then I'll have a collection of a lot of drawings of the same character, because that's the character right there. So I want to do that every time a stream stops. You know, do a little doodle, basically. Maybe something like this, what I showed before. And then just collect it in a little notebook. And then at the end of a year, we have a whole book of all the streams, all the drawings. And a drawing can be made in, you know, I don't know, pretty fast. I should maybe really like hold myself to it and just do it right now. I can check back. Yeah, it's just a little doodle, you know. It's not going to be a piece of art, but just do something just to close off the stream. And then maybe do something with you know, whatever I collect in that. So right now I'm just going to do my standard character, which is the Great Bunny Wizard. It's funny because I started this stream talking about that character that I have, and that I've been drawing it for like 15 years or something. Because I read once that if you like it's a good one to draw something, just a subject. To draw something every day, but the same thing, you know. Draw the same thing every day. And that's what I started doing like maybe 10 years ago. So that's where the idea comes from now. Like for every stream I'll make a little drawing and maybe do something with it. Maybe not. Yeah, it's, I have to say, it's not always been the same character. He kind of evolved, you know. It was just a bunny first, and then it was a wizard bunny. You know, it went places. Do you do like, hey, Mindbox? Evelyn, do you do like digital art, or do you do like sketching as well? Welcome, Mindbox, by the way. I was just talking about how I was closing the stream, and that every time that I close the stream, I'm going to make a little drawing. Every stream that I do, I'm going to collect all the little drawings and then, you know, maybe give them away or do something cool with it.
Ja, Nederlandstalig, ja. Ik ben deze hele stream in het Nederlands begonnen. Maar toen kwamen daar ook Engelstalige mensen bij. Vind jij het erg om Engels te doen? Of om Engels mee te luisteren? Of wil je het per se in het Nederlands? Zoals ik al zei, ik ga wel bijna. Ik ga nog even deze afmaken, maar. Also, I have like a super random lo-fi playlist on, and it's actually all right. I need thicker fine liners for this. Ah, Germany. Guten Abend. Guten Abend. Meine Deutsch ist nicht so gut, aber ich verstehe. Wow, I'm not even gonna try, man. I'm sorry. Where are you from in Germany? Are you close to Netherlands, maybe? Ah, near Dortmund. Okay. Can't say that I have been there. Were you expecting Warhammer, by the way? Or are you just did you just see the drawing thing? Because I was painting Warhammer today. My guy is too cutesy looking. He's not supposed to be cute. The thing is, though, with this character, he's. Aha, okay. The thing, though, with this character is he looks can be deceiving, you know? I'll show you guys what the character normally is. Wait. Look. This is the badass version of him, you know? He's like the maybe like the central point of of this channel. And like I said before, I said it to Evelyn, is that I've been drawing this guy for about 15 years or something. And I try to do it different every time. So that's how we learn, right? But I have to say this version is not working out so well. It's sketchy and it's rough, but that's the way I like to draw, really.
Is the music okay for you guys? I never really asked. Is it too loud or is it fine? How's the mic? This is my first stream, guys, so please help me out with feedback and everything. I had a little disaster with the stream when I started because of this camera. It wasn't working, the iPhone. Just stopped all of a sudden. It's okay, great. It's been nearly 9 years since I last streamed, so. Actually, no, it's a little bit less, but yeah. I'm glad that people can find me, by the way, because I couldn't even find my own channel anymore. I searched, I looked up on my username, The Winnest, and it was not there. So I'm glad it's in the category and that it's working now. Yeah. So Mindbox, how are you doing? Do you have holiday right now? Like the same as in most parts in the Netherlands? This is definitely not the best version of the guy. You're not in a good mood. What's going on, my man? I can maybe I can drop some wisdom if I have some. Okay, just rough, as in you're working towards the holidays, or just some bad luck, or. Evelyn, do you think the audio is okay and everything? Oh, that's fine.
I already thought, like, why would I even ask? Just know that if you know, I hope things are going to be better. And if you're saying that you have a holiday soon, then you know, maybe you can have some rest and give yourself some time. I have holiday now, and I'm glad that I have a holiday to just get my stuff together. Wow, I'm close to 3 hours now. For the people who just got here, I did a whole lot of Warhammer painting today. Or actually, no, I didn't. I didn't get a whole lot done. But here you go. This is one of my guys that I just did. He's a space dwarf, he's a badass, and he's lugging around a lot of stuff. He's a lugger. And I'm pretty happy with this guy. That's what I basically did, like, during the stream. And then I had the idea that I had before, that I would close every stream with, you know, with my character, like this guy right there. That's the general idea of every stream. And that's what I'll continue to do when I stream. So this is the first sketch, and there's very little left to do, because I think he's done. You know, for a sketch, he's good enough, right? He looks a little stupid, but or not stupid, just a little innocent, and I don't like that. He's a badass, but he's fine. His coat is too short as well. Maybe this is like the young version. This is the baby Yoda of the bunny wizard. You know, if we have this one next to this one. Yeah. Yeah, it's possible. It's definitely possible that that's a little. It's just his little brother, you know. But okay. We're doing fine so far. I'm gonna close it up pretty soon. I'm over 3 hours now, and I have to kind of go to work tomorrow. It's funny because I think people people enjoy the drawing as much as the painting, if not more.
But I really want to do the Warhammer painting and then just close off with maybe half an hour of this. I work in marketing. I do basically brand management. So I do the designs and the video production, the content. It's all things that I have to A, do, or B, I have to find people that do it with me or for me, or, you know, just work with creative people, and that's really nice. But there's not been a lot of work with creative people. I've been doing a lot myself lately, but that's fine too, you know. It still once was a hobby. Didn't go to school for it or something, so count your blessings, I guess. I'm really, really happy with that I can do this and that I've been doing this for a long time. So I cannot complain. And what do you do for work? Or are you in school? Or I have no idea how old the people are, actually. Still in school, okay. So are you in, what's it called in Germany? I don't even know. Is it like high school, college, or what do you do? Oberstufe. I'm not sure how to if I pronounced it right, but eleventh grade. Okay. Then I'll assure you, seeing as you're probably pretty young, like things are gonna get better. I cannot promise that, but things are gonna get better, man. You have any idea what you want to do or what you want to like as a profession? Because there's a lot of things that you can do now, right? There's a lot of or now there's always been a lot of things that you can do, obviously, but you know, seeing as the technology goes so fast nowadays, there's lots that you can do in there. I mean, you probably know Twitch better than I do. So there's also careers in that, you know. There's so much possibilities. But do you have any idea what you want to do? All right. Wait, I have to look that up. Bundeswehr. Oh, the army. All right. That's interesting. Yeah, that's really something.
Do you want to do like the medical side then of the army, seeing as you're maybe interested a little bit in pharmaceutical things? I think it's yeah. Those are pretty far apart, right? So, here we go. It's not done at the slightest, but this is the little drawing that I have for tonight. And no, I've not been working on this for 3 hours. It's a nice little thing. Right. I think I know what you mean. Okay. And how many years until you will choose a profession? Or it depends on your school, obviously, but how many years do you have to go on school for? All right. Okay. Yeah. And are you having a good time in school at the moment? All right. Okay. Yeah, I'm not going to pretend that I know what's going on, but I know school problems, I guess, of which I had a few myself, but yeah, it's school can be such a shitty place. Excuse my language, by the way. I don't think I can swear on Twitch, actually, but school can be such a Right. Yeah, there's probably a big, obviously there's going to be a big generation gap. So you're right. Sometimes they don't understand. The thing is though, that your boss probably won't, you know, your future boss or whatever, he probably will think the same. But the thing is, you know, you'll drop the homework. Like, you won't have the homework anymore. That's not always true, by the way, because I had a few jobs that required me to work a lot when I was at home as well, or the weekends, or, you know, I worked for an influencer one day, and yeah, that required a lot of work also in the weekends and stuff.
So it can happen outside of school as well, but I, yeah, you know, especially when you're in school, they shouldn't be bothering you all the time, right? And the personal life, maybe I hope you will have some time in the in your holiday. Also, I'm close to wrapping it up, I think, but I'll not before I made a little note. You have a lot of homework left just before your holiday, or can you like maybe relax a little now? Probably not, seeing that you say that you're. They think you don't have any, you don't require any personal time, so. Oh, that's great. Well, that's good. Sudden I don't know how shadows work anymore. That's pretty stupid. Wait, no, it's I think it's fine. Good for you. That's great. I mean it that's the kind of it's the kind of feeling you want, right? Like you're done. I made one big mistake now in my my vacation, and that was that I didn't finish my stuff at work because I couldn't. It was too busy. You know, it was not entirely my fault, but now I have to go to work tomorrow, you know, and it's in the middle of my vacation actually, so. I guess you're doing a better job at this than I am. So that's good for you, and I hope you will have a nice holiday.
Are you into gaming? Do you play games yourself? What kind of games do you enjoy the most? I just talked to someone in chat, Evelyn. She was really into... I asked her what's the best RPG you ever played, and she said Elden Ring. Or she's busy with playing Elden Ring right now. What are your thoughts on Elden Ring or gaming? What games do you like? Sims, okay, what kind of Sims? Oh really? Like iRacing, Assetto Corsa, R-Factor, I think. I played iRacing for quite some time actually. Awesome. That's cool. Yeah, I never really got beyond MX5 Cup. Like Spec Miata Cup, but I enjoy it because I own an MX5, so it's really fun. I loved playing iRacing. It's just that my setup was not ideal, and you know, you kind of want to have that force feedback, everything, and the whole shebang, but. You know, yeah, didn't really work like that for me. Are you still like in are you still in competition in iRacing or? Okay. Cool. So, what we have for the people who just joined, yes, I was painting Warhammer before. I will show you again. This was actually what I was doing today in the stream. Wait, have it like this. This was the work for today, and I have a bunch of others. All Warhammer stuff. Did some painting. And now I was really just making a drawing because that's what I'm going to close every single stream with. Here's the last one.
Not a guy. But as I said, now I was doing just doing a drawing. Because I'm going to close every stream with that, and it's all based on this little character that I've been drawing for a long time. This one right here. And, well, you guys, for closing the stream, and to thank you, this was my very first stream, so I'm really happy you were there. And this is where I'm going to end up with the very, very first drawing. Maybe of a bunch, we'll see. But anyway, thanks for joining, and Mindbox as well. I'm not sure if you already did a if you already gave me a follow, but if you want to, just do. And yeah, then maybe we'll see each other next time, you know. Yeah, and be sure to be there, so you're going to have like a million you're going to have like a million drawings. maybe you can sell them as NFTs or something. Probably not. Really? I don't really like this one, to be completely honest with you guys. But I'll make a better one. Next stream, probably, you know what, probably tomorrow. People gonna be there tomorrow? Mindbox almost has his vacation, so maybe he will join tomorrow. We will see. No, I'm kidding, man. Just get everything done. It's good that you can chill right now. But I'll probably, yeah. It doesn't matter, man. Just check. I might be here with some friends tomorrow. And we might be opening some Pokemon stuff as well, because we had some. And of course, we're going to close off with a little painting as we did today. You guys, thank you very much. This was my first stream in a long time, so I'd like to hear everything, what you think. And give me a follow if you liked it. And if you were here for the Warhammer and didn't see any Warhammer, I'm really sorry. And I'm super tired right now, so I'm going